en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer heel enthousiast over deze video, want dit gaat weer over een merk die iedereen super leuk vindt. En dat is Essence. Ik kwam gisteren thuis en er lag een pakketje van Essence op mijn tafel en daar was ik super blij mee. En ik vind het er ook super cute uitzien, want dit is in wat ik het kreeg. Dit is een soort van heksenpot met hier een spin. En dan hierin zit alle make-up. Er zat ook snoep bij, maar die heb ik al opgegeten. Ik vind dit heel schattig. Dit heeft te maken met Halloween. Dus dit is een soort van Halloween collectie make-up van de Essence. En ik dacht, daar ga ik meteen een video over maken. Daar ga ik geen gras over laten groeien. Want over een week is dat 31 oktober, is dat Halloween. En als ik het pas daarna post, is het een beetje dom. Want je gaat niet iets van Halloween posten nadat Halloween al is geweest. Dus ik dacht, deze video ga ik vandaag maken en dan kan hij ook gewoon gelijk morgen online komen. Dus als jullie het vandaag zien, heb ik het dus gisteren zaterdag gemaakt. Het is niet super super veel make-up, het is geen full face. Zoals je al kunt zien heb ik mijn basis make-up al gedaan. Ik heb 5 producten hier en die ga ik gewoon even laten zien vandaag. Dus ben je benieuwd naar deze video? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we snel door met de video. Kijk, en ik heb alles er nou uitgehaald. Super cute potje, of ja cute, het is niet echt cute. Het is meer Halloween engig. Ik weet niet echt wat ik hiermee nog moet gaan doen, want ik vier geen Halloween, want ik vind het allemaal heel demonisch en zo. Maar ik vind het wel leuk om gewoon make-up looks te maken en dat soort dingen, dus ja, vandaar ook deze video. Ik heb by the way 5 Halloween looks gemaakt, die kun je zien op mijn Instagram. Vergeet me niet ook daar te volgen, want daar komen super veel make-up looks. Ik post bijna elke dag. Oh, ik heb by the way 6 producten, niet 5. Eentje ervan is deze zwarte nagellak. Ik ben hier super blij mee, want ik doe altijd zwarte nagellak op mijn teennagels, omdat zwart bij elke kleur kleding staat. Dus vandaar dat ik ze altijd zwart doe. Ik gebruikte ook oprecht altijd deze, maar op een dag was hij niet meer te koop of zo. I don't know, elke keer als ik hem wilde halen was hij er niet. En toen ben ik overgestapt op de zwarte nagellak van Kiko, maar ik ben dus heel blij dat ik nou deze heb gekregen. Dus nou kan ik weer deze gebruiken. En ja, op mijn handen. Ik heb obvious acrylnagels. Heb ik altijd. Dus ik gebruik geen nagellak voor mijn... Ik gebruik geen nagellak voor mijn normale nagels. Oké, ik heb mijn ogen al geprimed met concealer. Dus ik kan gewoon beginnen met oogschaduw. Ik heb hier een heel leuk en vooral heftig paletje. Ben ik allemaal niet gewend van Essence. Dit is de Essence My Only One Eyeshadow Palette. Zoals je kunt zien, super super kleurrijk. Ik heb al zo'n paletje, maar dan een andere varianten van obvious. Ik had die ook in een video gebruikt van Essence. En ik vond hem best oké. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ik persoonlijk hou van heftige kleurrijke make-up looks. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Je hebt ook weer 2 van die kwastjes erin zitten die niemand gebruikt, dus behalve mijn moeder, die wil ze wel laten hebben. Maar de kleuren zien er allemaal heel mooi uit. Het zijn mat en glitterkleuren een beetje door elkaar. En dit paletje is 10 euro, dus weer heel erg betaalbaar. Like always, Essence altijd heel betaalbaar. Nou, ik ga nou wel straks naar een baby shower toe, dus ik wil het eigenlijk niet te heftig maken. Anders kom ik daar aan en gaan mensen echt denken van waarom ben je zo opgemaakt. Maar ja, over het algemeen weet iedereen wel dat ik video's maak. Dus als ze mij helemaal zo opgemaakt zien, weet iedereen altijd wel dat ik een video heb gemaakt. Maar in ieder geval, we gaan door. Nou, ik pak eerst deze lichte nude kleur. Dit is de lichtste kleur in het paletje. Het is ook een matte kleur. En met het penseelkwastje ga ik dit onder mijn wenkbrauwen doen. Ik doe altijd een lichte kleur onder mijn wenkbrauwen. Glitter of mat maakt mij persoonlijk nooit per se uit. En dit doe ik om mijn wenkbrauwen een beetje te liften. Oké, echt de kleuren die mij het meest aanspreken zijn dus echt al die felle kleuren. Oh my god, I like it. Oké, ik ga dus eerst deze gele kleur gebruiken. Ik hoop dat die niet te heftig is, want ik ga die in mijn acaraboog doen. Deze kleur is geel mat. En die breng ik gewoon zo aan. En ik doe hem gewoon over mijn hele acaraboog. Nou, ik vind hem op zich wel een mooi blend. Ik vind de kleur ook mooi. Hij is niet super, super gepigmenteerd, maar wel echt gepigmenteerd genoeg. In principe is het vooral voor beginners fijner. Want als een paletje heel erg gepigmenteerd is, is het iets moeilijker om ermee te werken. Dus dit is een heel goed paletje om mee te oefenen. Vooral als je niet echt gewend bent om heel veel felle kleuren te gebruiken, is dit een heel fijn paletje. En dan pak ik die oranje kleur ernaast. En die ga ik ook in mijn acaraboog doen, maar dan ietsje eronder. Ik wil nog wel dat je de gele kleur kunt zien. En ik gebruik nog steeds dezelfde kwast. En ik breng het er gewoon zo aan. Iets eronder, zodat ze mooi in elkaar blenden. Dit wordt dan een beetje zo'n sunset make-up lookje. Of ja, vast niet de hele make-up look, maar in ieder geval deze 2 kleuren. Ik vind oranje en geel altijd heel mooi om samen te blenden. Kijk dan hoe mooi. Deze kleuren zijn echt prachtig. Felle kleuren zijn niet de makkelijkste kleuren om te maken. Dus ik vind het altijd heel fijn als ik een betaalbaar paletje kan vinden met felle kleuren. Zoals het misschien bij heel veel mensen al wel is opgevallen. Heel veel betaalbare merken hebben geen felle paletjes. Meestal zijn de kleuren heel alledaags. En dat is gewoon omdat dat gewoon makkelijker is om te maken. En goedkoper vooral. Dan pak ik deze donkerbruine kleur in het paletje. Dit is wel een glanzende kleur. Ik had het liever in een matte kleur gewild. Maar
Ik ga het toch gewoon in mijn arcadeboog doen. Om het iets donkerder te maken. Ik heb een iets kleinere kwastje gepakt. Deze is van de HEMA. Maar volgens mij is die niet meer te koop. Want ik heb hem al super lang. En dit doe ik een beetje in de buitenste ooghoek. Om het iets donkerder te maken. Er komt niet echt super veel glans vanaf. Dus op zich denk ik wel dat ik het op deze manier kan gebruiken. Ik vind hem niet heel warmbruin. In het paletje lijkt hij iets meer warmbruin. Maar op mijn oog is hij iets meer grijzig. Iets meer koeler. Iets koeler. Niet iets meer koeler. Wat even. En dit doe ik dan ook gewoon bij dit oog. Ook weer om de buitenste ooghoek iets donkerder te maken. Ik ga de ooglook toch wel een beetje Halloween-achtig maken. Dus wel ook iets donkerdere kleurtjes. Dat vind ik wel leuk. Ik merk wel dat deze kleur iets moeilijker blendt. Zo, ik laat het voor nou eventjes zo. Ik ben aan het denken, ik wil ook denk ik die blauwe kleuren gebruiken of zo. Zoveel kleuren, zoveel opties. Nou, ik heb besloten om deze beetje roze, rood, oranje-achtige kleur ook te gaan gebruiken. En die ga ik ook een beetje in mijn arcadeboog doen. En dan helemaal op zijn laagst. Echt nog onder die oranje kleur. Om het gewoon allemaal iets warmer te maken. Kijk, nou is het allemaal iets warmer. Dat vind ik toch wel mooier. Ik vond het anders allemaal iets te koud of zo. Oké, wat ga ik dan doen? Ik ga denk ik deze blauwe glanzende kleur gewoon op mijn hele ooglid doen. Ik maak geen cut crease. Ik hoor jullie commentaar dat ik altijd cut creases maak. Ik zal vandaag geen cut crease maken. Oh, mooi. Dit had ik niet zien aankomen, jongens. Ik had hem iets minder glanzend verwacht of zo. I don't know. En iets donkerder of zo. Hij is feller dan dat ik dacht. But I like it. Oh, er is een beetje fallout. En dan pak ik weer die roodachtige kleur. En dan doe ik die even uitblenden hier bij de rand. Bij de blauwe oogschaduwrand. Om het iets meer in elkaar in te blenden. En dan pak ik die ene donkerbruine kleur. Om het hier in de buitenste hoek ook weer iets bruiner te maken. En het mooi in te blenden met de blauwe kleur. En dan breng ik weer iets meer aan van de blauwe kleur. Omdat het nou een beetje wordt weggevaagd. Dit ga ik ook even doen bij dit oog. Dan pak ik deze iets lichter blauw, beetje blauw-grijze kleur. En ik heb mijn kwast weer nat gemaakt. Dit is een heel klein penseelkwastje. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek. Om het daar iets lichter te proberen te maken. Ik hoop dat het een beetje lukt. Ik zie niet echt verschil, maar oké. Oh my god, het heeft daar gewoon een stukje oogschaduw weggehaald. Zien jullie dit? What the f. Ik pak even die blauwe lidkleur om het hier weer erop te deppen. What the f. Hoezo gaat er daar ineens gewoon een heel stuk oogschaduw eraf? Nou, ik heb ondertussen al 80 verschillende kleuren op mijn oog. Nou heb ik die donkerbruine kleur gepakt. En die ga ik hier zo tegen mijn onderste wimperrand aandrukken. Vergeet het ook niet hier altijd in de hoek te connecten met de rest van de oogschaduw. En ik breng het helemaal door tot aan de binnenste ooghoek. Dan met een klein penseelkwastje breng ik iets daaronder de rode kleur aan. En daarmee blend ik het een beetje uit. Dan pak ik de oranje kleur en daarmee ga ik er ook weer onder. Ik gebruik eigenlijk gewoon alle kleuren die ik ook boven heb gebruikt. En dan ook nog de gele kleur en daarmee ga ik er helemaal onder. En dan pak ik ook nog die blauwe kleur die ik op mijn ooglid heb. En die ga ik ook een heel klein beetje onder aanbrengen. Nou, dit is dan de ooglook. Ik vind hem best leuk. Ik heb 6 kleuren gebruikt. Ik vind ze echt allemaal prima. Nou, en dit is dan de ooglook van iets meer up close. Zoals je kunt zien is het allemaal best wel gepigmenteerd. Je kunt alleen hier zien dat die bruine kleur iets moeilijker is geblend, helaas. Maar op zich, ik heb wel gewoon een goede look kunnen maken met dit paletje. Natuurlijk hoef je niet zoveel kleuren te gebruiken zoals ik vandaag heb gedaan. Je kunt het ook meer alledaags houden, want je hebt genoeg kleurtjes. Vooral aan deze kant die iets meer zijn voor alledaags. Maar over het algemeen is het een best fel en heftig paletje. Ik heb gewoon heel veel kleuren gebruikt omdat ik dat gewoon mooi vind en altijd doe. Maar ook vooral omdat ik dit paletje vandaag test en ik dan altijd zoveel mogelijk kleuren wil gebruiken. Zodat ik gewoon goed weet wat ik vind van elke kleur. Oké, dan heb ik hier ook een eyeliner. En dit is de Essence Superlast Matte Eyeliner. Matte Black. Ik hou van matte eyeliners. Ik wil ze niet glanzend hebben. Even kijken hoe die eruit ziet. Nou, hij is echt heel lang en heel dun. Daar hou ik van, want dan kun je zo makkelijk een mooie wing maken. Dus dat ga ik nou eventjes doen. Oh, en deze eyeliner is €2,60. Nou is hij nog wel nat. Hij moet nog opdrogen. Enige, als ik dan toch moet zeuren, is het enige wat mij niet aanbevalt is dat hij niet heel puntig is. Waardoor het iets moeilijker is om de lijn echt heel puntig te krijgen hier. Ik moest daar echt iets meer moeite voor doen. Maar in principe, hij brengt best wel makkelijk aan. Er zit best wel veel product op. Dus ik zou niet gelijk eruit halen en het opdoen. Want dan komt er ineens heel veel eyeliner op je oog. Ik zou hem eerst zo een beetje hier een beetje afhalen. Een beetje zo.
en dan pas aanbrengen. Ik ga het andere oog ook doen. Nou, ik heb in het verleden al heel veel andere eyeliners getest van de Essence. Het enige verschil wat mij opvalt is dat deze iets zwarter is. Ik persoonlijk ben daar heel blij mee. Ik wil altijd dat een eyeliner echt super, super zwart is en echt mat. Dat vind ik gewoon mooi. Maar in principe voelt hij voor de rest gewoon aan als de rest. Hij is gewoon iets zwarter en I like it. Als mascara heb ik de I Love Extreme Volume Mascara. Dit is dus een zwarte mascara met, ja, die tekst in het roze. Ik heb al een mascara van Essence. Ik vind de mascara's van Essence echt toppie. Deze ziet eruit alsof hij heel dik is en veel volume zal geven. Ja, hij is echt heel erg dik. Maar het is alsof er paars doorheen zit. Oh my god. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, maar er zitten een beetje van die paarse haartjes doorheen. Hij is niet helemaal zwart. Nou, ik ben benieuwd of je dan wel gewoon helemaal zwart aanbrengt. Ik ga het gewoon even aanbrengen. Mensen, ik heb niet veel wimpers. Of ja, ze zijn niet echt heel lang. Je kunt ze bijna niet zien. Helemaal niet als ik eyeliner op heb. Maar ik kan het hier wel zien. Nou mensen, de mascara is gewoon helemaal zwart. Hij brengt niet paars aan of zo. Het zijn dus echt alleen maar een paar haartjes op de borstel die gewoon paars zijn. Maar de mascara zelf is gewoon zwart, gelukkig. Ik vind de mascara in principe gewoon prima. Gewoon normale mascara, niet goed, niet heel slecht. Enige, ik hou niet van zo'n dikke mascara. Ik hou meer van die dunnere, maar dat is gewoon mijn persoonlijke voorkeur. Ik ga even snel nep mijn wimpers opdoen. Ik ben zo bij jullie terug. Nou, mijn wimpers zitten erop. Dit zijn 3D minklijstjes van de AliExpress. Als ik ze nog kan vinden, zal ik in de beschrijving de links zetten van deze wimpers. Ik vind ze super mooi. Ik heb ook gelijk even mijn gezicht een beetje afgemaakt. Een beetje blush, een beetje highlighter, bronzer. En dat was het eigenlijk. Ik heb nog geen mascara gedaan op mijn onderste wimpers, omdat ik ook een nieuw oogpotlood heb van Essence. Oh, ik wil ook nog vertellen, deze mascara was €2,90. En dan heb ik hier de Essence Electric Vibes Liner. Dit is een oog- en een lip liner in één. Zoals veel van jullie misschien al wel weten, ik gebruik lippotloodjes en oogpotloodjes gewoon gemixt door elkaar. Lippen voor ogen, ogen voor lippen. I don't care. Een potlood is een potlood, dus ik gebruik het altijd gewoon voor beide. Dit is echt een hele felle kleur. Zoals je kunt zien. En I love it. Kijk hoe fel deze kleur is. En die ga ik gewoon in mijn waterlijn doen. Ik hoop dat hij ook lang blijft. Hij is niet per se. Is hij waterproof? Oh, hij is wel waterproof. Er staat Highly Pigmented Eye and Lip Liner Long Lasting en waterproof. Waterproof is altijd goed, want je ogen zijn vochtig. En je wilt niet dat deze kleur helemaal gaat smutsen onder je ogen. Oké, nou zoals je kunt zien komt er echt kleur vanaf. Ik hou ervan, als ik zo'n felle kleur doe in mijn waterlijn, wil ik ook dat de kleur fel is. Anders heeft het geen nut. Het staat niet echt met deze look. Maar goed, ik wilde nog een look bedenken met dat paletje. Die zou passen bij deze, maar er waren niet echt kleuren waardoor ik een look kon maken. Die zou matchen met deze, met dit lippotloodje. Maar ja, zoals je kunt zien, het blijft gewoon goed zitten en het is heel fel. I like it. Ik vind het ook mooi voor lippen, denk ik. Oh, en dit oogpotloodje is €2. Ik vergeet steeds de prijs te zeggen. En de nagellak is €1,70. Ik ga nog even die mascara gebruiken voor mijn onderste wimpers. Hij is wel echt super groot, dus het is niet echt heel handig voor je onderste wimpers. Oké, het lukt echt gewoon bijna niet. Nou, dit is wel een struggle, want hij is zo groot dat het gewoon bijna je huid daaronder raakt. En je wil niet dat er een mascara hieronder komt. Nou, omdat ik dus altijd nep wimpers draag, boeit het me niet heel erg hoe de mascara is op de bovenste wimpers. Maar wel op de onderste wimpers, want die is gewoon te zien. Ik doe geen nep wimpers op mijn onderste wimpers. Daarom vind ik zulke mascara's nooit zo fijn, omdat ze gewoon te groot zijn voor mijn onderste wimpers. Zo. That's why. Persoonlijke voorkeur, mensen. Dan heb ik hier de Essence Color Boost Matte About Matte Liquid Lipstick. Deze is dus echt felrood. Dit is in de kleur. Even kijken welke kleur dit is. 07 Seeing Red. En de applicator ziet er zo uit. Het lijkt een beetje op die van Fenty. En dit is de kleur. Het is een beetje net als die kleur van het lippotloodje. Of oogpotloodje. Gewoon van het potloodje. Het is een beetje een oranje-rozige rood. Het is niet echt rood-rood. Meer, ja, meer oranje-rozig rood. Ik weet wel wat ik vind van deze, want ik heb er al zo eentje. Ik heb deze in de kleur 10 Dusty Romance. Deze kleur is ook echt super mooi. Dit is echt een hele mooie nude lipstick. Ik vind ze in principe fijn. Ze zijn mat, maar niet uitdrogend. Waardoor je lippen helemaal zo worden. Omdat de twee kleuren dus matchen met elkaar, ga ik deze ook als lippotlood aanbrengen. Ik heb nou een soort van glosje op. Die doe ik er een beetje afhalen. Ik laat altijd een heel klein beetje glosje op mijn lippen van eronder.
omdat mijn lippen gewoon heel snel droog worden. Deze lipkleur is echt zo fel. Hij past niet echt bij de ooglook, maar whatever. Dan ga ik de lipstick aanbrengen. Dit is dus één laag, boven één laag en onder één laag. Ik vind hem iets te dun voor maar één laagje. Dus ik breng een tweede laag aan. Ja, heel mooi. Hij is echt super fel. Ik hou van fel. Echt, I love this. Het is ook handig dat je nou ook een lippotloodje erbij hebt die gewoon past. Want ik adviseer hier wel echt een lippotloodje bij. Want het is best wel lastig om met zo'n applicator de rand strak te krijgen. Ik ben benieuwd of er ook een lippotloodje is voor deze. Want die heb ik niet. Dus ik ga naar Essence en ik ga kijken of deze ook eentje heeft die erbij past. Maar deze twee passen dus ideaal met elkaar. Wat ik dus leuk vind is doordat ik deze kleur in mijn ogen heb gedaan en op mijn lippen, matchen die wel gewoon samen. Dus dat brengt toch de look een beetje bij elkaar. Ondanks dat de ooglook niet per se met deze lipkleur past. Voor een ooglook als dit zou ik eerder deze kleur gebruiken. Een beetje nude lipjes. En deze lipstick is €2,90. Ik weet niet of ik het al had verteld. En dan is de look af. Gewoon een beetje fixing spray. En je kunt zo naar buiten. Nou, en dit was dan de make-up look. Ik vond het heel leuk om deze video te maken. Essence heeft het weer goed gedaan. Ik vind dit paletje echt toppie. Ik ben blij dat Essence met zo'n fel paletje is uitgekomen. Want die heb je gewoon niet veel. En voor €10 heb je 22 kleuren. Dat is dus niet echt heel duur. En ik vind ze echt gewoon prima werken. Vind ik het beste paletje ever? Absoluut niet. Vind ik het een slecht paletje ook? Absoluut niet. De eyeliner vind ik ook toppie. Lekker mat, lekker zwart. Dit potloodje vind ik ook echt geweldig. Hij is super fel zoals je kunt zien. I really really like it. Vooral voor die hele lage prijs. En de liquid lipstick vind ik ook toppie. Droogt niet je lippen uit. Hij is wel een beetje aan de dunne kant. Dus je moet echt meerdere laagjes aanbrengen. Ik heb er twee aangebracht. En nou vind ik het prima. Maar voor de rest vind ik deze echt heel erg handig. Ook omdat hij zo matcht met een potloodje. Het enige wat ik dan minder vind is deze mascara. Omdat hij gewoon te groot is voor mijn onderste wimpers. Dus ja, om die reden zou ik hem al niet meer gebruiken. En omdat Essence bijvoorbeeld ook de Princess mascara heeft. En die vind ik super fijn. Dan zou ik eerder gaan voor die dan voor deze. Voor de rest echt toppie. Ik vind het een hele leuke Halloween collectie. Hij heeft ook echt veel donkere kleuren. Dus je kunt echt donker gaan. Dus dat is wel leuk. I really like it. Laat me weten wat jullie vinden van de look. Laat ook een leuke reactie achter. Dat vind ik ook altijd leuk. Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En nu jullie hier toch zijn, zal ik het iets makkelijker maken om mijn andere video's te bekijken. Want ik zal er hier alvast twee neerzetten. Ik zal ook mijn gezicht hier neerzetten. Zodat je makkelijk kunt abonneren. En ja, stel je huiswerk maar gewoon uit. Doe maar eerst een video bekijken van mij. Nou, dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Die komt woensdag om 1 uur. Doeg!